Geven is een stuk makkelijker. Geven kunnen we met z'n allen wel. Maar ontvangen, dat maakt echt kwetsbaar. Ja, je wil heel veel samen zijn. Je vindt het moeilijk om alleen te zijn. Maar zodra jij dus die andere op afstand gezet hebt... en die is, nou, in ieder geval... Dan wordt hij opeens leuker. Hartelijk welkom. Je luistert alweer naar aflevering 4 van VAYA Onderzoek de Liefde. Heb je de vorige afleveringen nog niet gehoord... kan ik jullie natuurlijk absoluut aanraden. Aflevering 3 was met psycholoog Judith Intema. Dat ging over hechting. En zij is ook mijn EMDR-therapeut. Daar heb ik ontzettend veel aan gehad tijdens dit traject. Maar ook het gesprek heeft me nog heel veel mooie nieuwe inzichten opgeleverd. En vandaag ga ik in gesprek met Hanna Kuppen. Zij is de auteur van het boek Liefdesbang. Het boek kwam een aantal jaar geleden op mijn pad. Daar had ik toen nog niet heel veel oor naar. Dus het stond eigenlijk gewoon een beetje in mijn kast. En na de breuk, mijn laatste breuk eigenlijk, pakte ik het uit de kast. En ja, een oase van herkenning, om het maar zo te zeggen. En dat boek leerde me eigenlijk dat bindingsangst hetzelfde is als verlatingsangst. Want je bent eigenlijk bang om te binden omdat je bang bent om verlaten te worden of eigenlijk afgewezen. Allemaal erg interessant. Ik verheug me ook enorm op dit gesprek. Hartelijk welkom, Hanna. Zou je aan de luisteraars kunnen vertellen wie jij bent en hoe je tot dit boek bent gekomen? Nou, ik zal proberen dat eens even wat beknopt te doen. Want dat is eigenlijk nogal een verhaal. Maar ja, nee, ik heb verlatingsangst eigenlijk met de paplepel ingegeven gekregen. Toen ik geboren werd, kwam ik eigenlijk in een nest van verdriet. Mijn broertje was een jaar daarvoor op tragische wijze verongelukt. Hij was 2,5. En nou ja, toen kwam ik. En ik kwam eigenlijk in een nest waar dat verdriet nog helemaal niet verwerkt was. Dus de rouw was ook nog niet genomen. En ja, als ouders zo'n verlies meemaken... En ze willen zich weer aan een nieuw kindje gaan hechten... dan gaat dat niet als de rouw daar nog tussen staat. Dus ook al was ik heel welkom en gewild... maar de echte hechting konden ze gewoon nog niet met mij aangaan. Daar zat gewoon nog te veel pijn onder. Heb je dat dan ook gevoeld als kind? Dat heb ik zeker wel gevoeld. Alleen, ja, als je zo klein bent, is dat bewustzijn er nog helemaal niet. Dus dat komt eigenlijk pas later. Ik denk wel dat ik de taak op me genomen heb om... dat er iets gered moet worden, iets opgelost moet worden. Dat ik wel dat kind was wat dacht van... nou, ik moet hier iemand vervangen. Dus dat grote gat wat er was gevallen, dat ik dat toch ergens onbewust voelde, dat ik dat verdriet wilde oplossen, dat ik dat wilde wegnemen. Maar pas later in je leven, dan ga je relateren. En dan vooral op dat moment ontdekte ik dat die verlatingsangst enorm om de hoek kwam kijken. Maar op welk moment was dat? Als ik terugkijk, kan ik het natuurlijk veel verder terugduiden. Maar dat was natuurlijk op dat moment niet. Want in eerste instantie denk je in relaties van... oh, ik heb gewoon niet de goede partner getroffen. Of het is toeval dat ik dit nu tegenkom. Maar op het moment dat je... Maar wanneer komt er dan dat moment dat je denkt... Ja, dus het was denk ik in een relatie waar ik echt voelde van... nou, deze man zou de vader van mijn kinderen kunnen zijn. Dus ik was echt super gek op die man. En hij was ook super gek op mij. En toch, hoe graag we ook bij elkaar wilden zijn... dat ging eigenlijk nooit lang goed. En iedere keer als ik weer die nabijheid zocht... dan nam hij afstand. En als ik voelde van, bekijk het maar even... dat doet me veel te veel pijn iedere keer, die afstand... dan kwam hij weer naar mij toe. Dan zocht hij weer de nabijheid. Dus toen ontdekte ik dat we voortdurend om elkaar heen dansten. We wilden allebei heel graag en toch ging dat niet. Maar binnen die relatie had je dus last van bindingsangst... maar ook van verlatingsangst, van allebei. In die relatie zat ik vooral aan de kant van de verlatingsangst... en hij vooral aan de kant van de bindingsangst. Oh, maar ja. Toen werd ik het me voor het eerst echt bewust... van, hé, wat zijn wij hier nu aan het doen samen? Dus ik ontdekte dat ik me afhankelijk maakte van hem... dat hij de lead had en dat ik genoegen nam met veel te weinig eigenlijk. En dat ik... Maar omdat je dus, je neemt genoeg met te weinig... omdat je bang bent om verlaten te worden. Zeker. Eigenlijk. Ja, zeker. Okay. En hij bepaalde de hoeveelheid
nabijheid, hoeveelheid intimiteit. Daar zat hij helemaal in de lead. Dus hij had de touwtjes daar volledig in handen. Omdat hij dus weer bindingsangst had. Omdat hij aan de kant van de bindingsangst zat. En is dat dan altijd zo dat als je bindingsangst hebt, dat je iemand aantrekt met verlatingsangst? Ja, dat zou je wel echt zo kunnen zeggen. En het is niet zo zwart-wit dat als je verlatingsangst hebt, heb je ook bindingsangst. Of als je bindingsangst hebt, ken je ook de verlatingsangst. Dus dat zit allebei in je. Maar op het moment dat je gaat relateren met een ander, dan splitst die angst zich in een pluspol en een minpol. Zo zou je dat kunnen zien. En dus de een die schiet naar de kant van de verlatingsangst en de ander naar de kant van de bindingsangst. En dat doe je omdat je daar allebei een belang bij hebt. Namelijk dat de echte intimiteit niet tot stand komt. Want daar ben je allebei ten diepste bang voor. En dat komt dus altijd vanuit je jeugd? Die oorsprong ligt altijd heel vroeg in je leven. En wat ik heb 10 jaar lang 1-op-1 gewerkt met mensen, hè, rondom deze dynamiek. En wat steeds weer terugkwam, was dat er altijd iets speelde rondom geboortetrauma. Dus net voor de geboorte, dus nog tijdens de zwangerschap of met de geboorte of echt in die eerste levensjaren, ja, dat daar iets misgegaan is in de hechting, in het tot stand komen van de gezonde symbiose die we nodig hebben om de liefde die je van je ouders, hè, vaak in eerste instantie van je moeder, van je opvoeders, krijgt, om die eigen te maken, om die koestering, om die warmte, om die veiligheid, om die van jezelf te maken, zodat je dat kan internaliseren, van jezelf kan maken. Dus het kan ook zo zijn dat je te vroeg geboren bent en in een couveuse terecht bent gekomen, of dat kan zeker. Dat kan dat je zeker moeder een postnatale depressie had en er niet voor je kon zijn in het beginstadia. Ah, ja. 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 Oké, dus toen zat je in die relatie, toen werd je er bewust van dat er iets niet klopte. En hoeveel relaties had je daarvoor al, zeg maar, laten mislukken? Of? Dat waren er niet eens zoveel, want ik had wel al een aantal iets langdurigere relaties gehad. En als ik daarop terugkijk, dat is wel heel bijzonder, want ik had 2 relaties met broers van elkaar. Maar achteraf weet ik dat ik gewoon ongelooflijk gehecht was aan hun moeder. Oh. En hun moeder betekende zoveel voor mij dat hoe gek ik ook op die jongens was destijds, maar dat er ook nog een hechting speelde met de moeder. Die moeder was eigenlijk een soort surrogaatmoeder voor mij. Dus dat was ook natuurlijk, daar lag natuurlijk ook mijn hechtingstuk onder. Dat ik was zo thuis in dat gezin. Ja. Ik snap dat wel, hoor. Soms heb je wel eens zo'n hele leuke schoonmoeder. Ik heb er nogal wat gehad. Ja. En dan denk je, oh, toch jammer, weet je wel. Ja. Dat je dan die dan ook meteen niet meer hebt. Of ja. Die familie. Ja, daar moest ik daarna dus ook echt afscheid van nemen. En dat was best, dat was wel heel pijnlijk, ja. Ja. En dat komt natuurlijk omdat ik ook van binnen mijn eigen moeder emotioneel miste. Ja, want is dat ooit goed gekomen dan, dat stukje verlies en trauma van jouw ouders met jou. Dus dat ze zich wel aan jou konden hechten en binden en liefde konden geven. Of is dat eigenlijk altijd, is dat het verlies en dat trauma van je broertje altijd, heeft dat de bovenhand gehad? Ja, dat heeft altijd wel de boventoon gespeeld, ja. Sowieso hebben mijn ouders dat ieder op hun eigen manier gedaan. En was ook moeilijk voor hun om dat samen te kunnen delen. Maar ik denk wel dat ik ben opgegroeid in een gezin waar vooral de overlevingsmechanismen een plek hadden, maar niet zozeer de gezonde delen, zeg maar. Dus ja. Ik ken het niet zo dat er, dat er plezier kon zijn of dat het leven gevierd mocht worden. Er hing altijd een bepaalde zware deken overheen. Dus dus als kind ga je je aanpassen en je gaat je best doen om dat te willen veranderen, om daar iets anders te brengen. Maar dat is ook een beweging van valse hoop. Want ergens heb je de illusie van binnen, als ik het hier kan veranderen, dan ga ik krijgen wat ik nodig heb. Want de realiteit toelaten dat er emotioneel niet is voor jou wat je nodig hebt als kind, dat is een verpletterende realiteit. Dat kan je als kind niet toelaten, want je bent met huid en haar afhankelijk daarvan.
Dus maar je hebt dat dan ook zijn... het bewustzijnsniveau nog niet als kind natuurlijk... om dat soort dingen toe te laten. Nee, je neemt de werkelijkheid waar nog vanuit je kinderlijk perspectief. Ja. En je hebt nog niet dat overzicht wat je als volwassene hebt. Dus je hebt eigenlijk op dat moment geen keuze. Hè? De enige keuze die je hebt is je overlevingskeuze. En ja, dat is van, nou, als ik de boel hier maar red... dan ga ik het alsnog krijgen... En dat is maar is precies... dat dan ook de gedachte geweest... of is dat een onbewuste gedachte geweest binnen je relaties... dat je altijd de boel wilde redden? Zeker. Ja, dus daar die beweging van valse hoop, die neiging... die overlevingsneiging, die neem je mee in partnerrelaties. Dus als het daar niet goed is, dan ga je denken van... ja, maar als jij dit gaat doen, dan komt het goed. Of als we dit veranderen, dan ga ik het alsnog krijgen. Ja. En daarmee kun je heel lang in relaties blijven en het gaat niet gebeuren. Maar je blijft, als je verlatingsangst hebt, langer denk ik je best doen dan iemand die bindingsangst heeft. Want die wordt daar juist helemaal kriegelig van. Als ik heel even naar mezelf kijk. Ja. Ik denk dat ik absoluut bindingsangst heb. En dat ik dus veilige partners heb uitgezocht. Die of heel ver woonden of jong waren. Waar ik me emotioneel niet aan kon verbinden, zodat het allemaal veilig leek. Ja. Maar ik weet niet per se of hun nou verlatingsangst hadden. Oh ja, dus zij gingen wel, denk ik, over hun grens heen. Ja. Want dat zie je dan wel terug. Ja. Dat zij dan net even te ver gingen of het te veel accepteerden van mij. En ik werd daar niet een leuker persoon van. Ik werd dus eigenlijk minder leuk, want ik ging steeds meer de grens eigenlijk opzoeken. Precies. Als ik nu terugdenk daaraan. Ja, precies. En je verliest bijna het respect voor de ander. Nou, heel erg. Over ik denk dat ik grenzen laat gaan. Eigenlijk ja, het kwartje valt nu. Want ik had op een gegeven moment dus totaal geen respect meer. Voor allemaal niet. Nee. Dus ik ging over hun grens heen. Maar ik kon ook niet meer naar ze opkijken. Ik vond ze ook niet meer mannelijk, zeg maar. Nee. Dus dit hele mannelijke aspect verviel, waardoor ik was uitgekeken en dacht ik, oh, nou, volgende. Ja. Nou ja, dan zie je meteen, dat hoor je dan heel erg mooi in dit voorbeeld, dat mensen die zich vooral herkennen aan de bindingsangst, die gaan op een soort bovenplek staan. Die maken zich wat groter, die maken zich onkwetsbaar. Hè, die gaan er echt boven staan. En mensen die en de kant zitten van de verlatingsangst, die maken zich kleiner en die laten over hun grenzen gaan en die laten zichzelf in de steek. En die zeggen eigenlijk, ja, de verbinding met anderen is belangrijker dan de verbinding met mezelf. Dus die laat ik voortdurend voorgaan. Maar dan verlies je jezelf respect, je verlies je eigen waarde. Je bent niet meer in staat om gezonde grenzen te stellen. Nee, en uiteindelijk denk ik dat het je opbreekt. Zeker, dat hou je niet vol. Dus dat Maar het is natuurlijk een sabotage van beide kanten. Niet alleen van degene die in de verlatingsangst zit. Hè. Je bent het met elkaar aan het saboteren. Dus je bent met elkaar eigenlijk een situatie aan het creëren om te vermijden wat je eigenlijk allebei het allerliefst zou willen. Ja, en dat vind ik dus zo moeilijk. Want als ik dan kijk, ik wil dan eigenlijk... riep ik altijd heel hard dat ik een man wilde die voor me ging zorgen en lief voor me was. Maar dat liet ik eigenlijk totaal niet toe. Nee. Want ik ga alles zelf doen en ik kan alles zelf. En ik betaal alles zelf en ik doe alles zelf. Maar van diepst van binnen wilde ik eigenlijk wel een man die voor mij dingen deed. Ja. Maar ik had zo'n muur om me heen gebouwd. En ik vond het ook best wel moeilijk om te ontvangen. Dus daar raakte ik helemaal kriegelig van. Ja. En dat is dus gek, want je denkt dus dat je iets wilt, maar je durft het eigenlijk helemaal niet. Ja. En dan jaag je iedereen dus weg. Precies. Dus hoe kan je dat dan veranderen? Nou ja, je wil eigenlijk iets van die ander krijgen, maar je wil zelf niet ontvankelijk zijn om te ontvangen. Omdat je bang bent om gekwetst te worden. Daar zit de angst. Dus als ik me openstel en als ik jou toelaat, want ontvangen gaat over toelaten. Hè, geven is een stuk makkelijker. Geven kunnen we met z'n allen wel. Maar ontvangen, dat maakt echt kwetsbaar. Want dan moet je jezelf ook in al je menselijkheid laten zien. En dat is voorbij het panzer. Ja, dan denk ik altijd dat ik de controle kwijtraak. En dat is ook zo. Ja. Dat is liefde en controle, dat zijn twee dingen die niet samen gaan. Oké, dus je moet de controle durven loslaten. Ja. Ja. Precies. Want en je kwetsbaar opstellen. Dat maakt kwetsbaar en raakbaar. En alleen vanuit die plek ben je ontmoetbaar. Kunnen mensen je voelen? Kunnen mensen voelen van, hé, hier ontmoet ik jou echt.
Okay. Voorbij de mooie buitenkanten, voorbij de muurtjes en de panzertjes. Maar hier mag jij, jij mag ook bang zijn. Jij mag ook verdrietig zijn. Jij mag het ook niet weten. Jij mag ook even, ja, klein zijn. Ja. En dat, ja, dat sta je, dat heb je geleerd. En blijkbaar heb je daar in je leven een goede reden voor gehad dat dat te bedreigend was. En heb je ooit de conclusie getrokken of het onbewuste besluit genomen van ik moet sterk blijven, want kwetsbaarheid is onveilig. Ja, en dat was wel een onbewust patroon in ieder geval bij mij tot mijn laatste relatiebreuk, zeg maar. Toen dacht ik wel, oké, er is hier iets met mij aan de hand. Maar dat heeft even geduurd, ja. 40 jaar. Ja. Tot ik dacht van, oké, fai, je kan wel iedereen wegjagen, zeg maar. Maar kennelijk zit daar iets. Dus toen dacht ik in de eerste instantie, ging ik onderzoeken waarom ik nou iedere keer relaties begon. Nou, die ontstonden dan vaak vanuit seks. En dan had ik een hechting en dan dacht ik dat het was, weet je wel. En dan, ja, dan deed ik dit er overheen walsen. En dan, dus op een gegeven moment weet ik nog, dan was ik hier een half jaar alleen. Mm-hmm. Voor het eerst echt alleen. En toen voelde ik me voor het eerst ook echt gelukkig alleen. Dat heb ik denk ik heel hard geroepen, dat ik heel goed alleen kon zijn. Want als ik het dan ook uitmaakte, dan voelde ik me heel opgelucht. Dacht ik, oh, gelukkig. Klaar, ik ben weer veilig. Ja. Herken je dat ook? Dat je dan denkt, dan hoef je dat al die moeilijke gevoelens niet aan te gaan. Dus of het zo. Is een tijdelijke opluchting. Ach, maar daarna val je eigenlijk net zo hard in een gat van gemis. Ja, en het weer en de meeste patroon. Mensen vanuit bindingsangst die hebben dan alweer 10 andere opties openstaan om niet in dat gat te vallen. Ja, dat natuurlijk. Had ik. Ja, ik was weer aan het swipen meteen. Ja. Dus na de laatste keer dacht ik, ja, dit doet toch wel pijn. Ik heb daar toch wel liefdesverdriet van gehad. Ja. Ik had wel namelijk bij hem ook echt het gevoel dat dat hem was. Dus dat was best wel de rest niet echt. Als ik heel eerlijk ben, was een beetje, ging ik ook niet de diepte in, maar heb ik ook niet bewust over nagedacht. Maar bij het laatste dacht ik wel, ja, dit kan hem wel echt zijn. Dus dat deed toch wel heel veel pijn. Yeah. En toen dacht ik, er moet iets veranderen. Je blijft gewoon even een half jaar alleen. En toen voelde ik me dus wel intens gelukkig alleen. En is dat niet het belangrijkste ingrediënt voor een gezonde relatie, dat je eerst op jezelf gelukkig bent met jezelf? Ja, dat is absoluut een belangrijke basis. Want als jij niet met jezelf kan zijn, hoe kun je dan met een ander zijn? Dus als jij jezelf ook niet kan dragen met wat er in jou is, dan ga je het hoe dan ook uitbesteden aan een partner. Ja, en dat is dus ongezond. Ja, dan leg je een claim op die partner en eigenlijk in de onderstroom verwacht je dan dat die partner dat voor jou gaat oplossen. En dan maak je eigenlijk van die partner weer direct een vader of een moeder, van wie je het niet gehad hebt, maar via deze partner ga je het opnieuw proberen te krijgen. En die partner die kan never nooit een vader of een moeder voor je zijn, want het is een partner. En als je dat wel in de onderstroom onbewust probeert te halen bij die partner, dan maak je de relatie meteen ongelijkwaardig. Ja, en dan gaat de intimiteit en de seksualiteit gaat eruit. Want voor een partnerrelatie is gelijkwaardigheid nodig. En dus niet die bovenplek of die onderplek, maar echt de gelijkwaardigheid. Waarbij je allebei kwetsbaar kan zijn, maar waarbij je ook allebei krachtig mag zijn. Dus waar je ook allebei je gezonde grenzen kan aangeven. Oké, dus jij zegt eigenlijk, als je dus geen behoefte meer aan intimiteit hebt, kan er ook een oorzaak van zijn dat je dus een moeder of een vaderrol hebt of overgenomen in plaats van een partnerrol. Nou, dan is het super interessant om te kijken van, hey, wat hebben wij met onze plek gedaan? En zijn we hier niet op elkaar een vader of een moeder aan het projecteren? En komt de een niet op een bovenplek en de ander op een onderplek te staan? Want dan gaat absoluut de intimiteit weg. Ja, want stel dat je nou nog in zo'n relatie zit waarvan je denkt, nou, het zit niet helemaal lekker. Is er dan, als je daar nu bewust van wordt, nog een kans om het goed te laten gaan? Is het bij jou nog goed gekomen met die man waarvan je dacht dat het de vader van je kinderen zou worden? Nee. Die heb ik destijds echt los moeten laten. Ja. Omdat het, als je er bewust van bent, te laat is? Of kan je het dan nog wel fixen met elkaar? Ik kan me voorstellen dat er mensen luisteren en denken, oh, dit hebben wij ook. Moet je het dan met een nieuw iemand proberen en eerst gelukkig worden met jezelf? Of kan je het ook binnen je relatie gewoon aangaan? Nou, je kan het zeker ook binnen je relatie aangaan. Ten eerste is daar de bewustwording voor nodig. En natuurlijk een bereidheid van allebei de kanten om met je eigen stuk aan de slag te gaan. En dan is er natuurlijk echt een super mogelijkheid om een enorme transformatie door te maken. Ja, want wat ik heel vaak om me heen hoor is dat mensen denken van, oh, dus als ik verlatingsangst of bindingsangst herken, moet ik het snel uitmaken.
Ja, nee, dat zou ik ook dat denken. Dat is niet per definitie zo. Het kan natuurlijk een prachtige kans zijn. Want als je het per definitie uitmaakt en je komt een nieuwe partner tegen, je patronen neem je absoluut mee naar de volgende partner. He, dus je kan van partner veranderen, maar het patroon blijft hetzelfde. Maar kom je er dan ooit wel nog vanaf? Als jij iedere situatie gebruikt om daarvan te leren en om daar jezelf door te ontwikkelen, dus eigenlijk om dat cadeautje wat die ander aan jou laat zien, durf je dat uit te pakken. He, om misschien even dat voorbeeld terug te pakken wat jij net zei, van hey, ik zat eigenlijk op die bovenplek en ik wilde wel dat de ander voor mij zorgde, maar ik was niet kwetsbaar. Dan is het jouw uitdaging van hoe kom ik van mijn bovenplek af? Hoe kan ik afdalen naar een gelijkwaardige plek waar ik ook mag leren kwetsbaar te zijn? En waar ik ook mijn gevoelens mag laten zien. Dat is dan de uitdaging die je hebt. En als je zegt, nee, ik vanuit die bovenplek, ik ga de relatie uitmaken. Ja, dan kun je er gewoon met alle zekerheid van zeggen, bij de volgende partner, ga je dat weer doen? Ga je het weer doen? Ga je het weer tegenkomen? En dan blijft het zich herhalen. En ja, het herhaalt zich eindeloos tot jij jouw patroon gaat doorbreken. En hoe heb jij dat gedaan? Nou, als we het hebben over destijds die partner waarvan ik dacht dat gaat de vader van mijn kinderen zijn, die moest ik loslaten. Maar dat deed me zoveel pijn, omdat ik daarmee dus ook het verlangen naar een gezinnetje, eventueel kinderen, dat alles was daarmee verbonden. Daar had ik helemaal een plaatje van gemaakt. En het duurde jaren en ik moest er ook echt eerst fysiek ziek voor worden. Kan je dat eens uitleggen? Je moest er fysiek ziek voor worden? Ja, dus ik op dat moment had ik het onbewust opgegeven. Dat wist ik op dat moment niet, maar pas later. En dat heeft dus echt jaren geduurd en tot ik echt fysiek ziek werd. En ik moest besluiten met alles om me heen te stoppen. En toen wist ik van, hey, ik had al zo vaak naar dit thema gekeken, maar blijkbaar was ik dus nog niet helemaal tot de kern gegaan. Dat was ook het moment dat ik besloot, ik moet hier een boek over gaan schrijven. Want als ik hierover ga schrijven, dan dwing ik mijzelf tot die kern. Dat was een soort idee van, dan geef ik mezelf een stok achter de deur om maar naar die kern te gaan. Want ja, iedereen weet die dit thema kent, dat je eindeloos veel achterdeurtjes wil hebben om maar niet naar die pijn te gaan. Want is het, he, onder liefdesbang ligt altijd de levensangst en de doodsangst. Dat is nogal een diepte waar we als mens niet zomaar graag willen zijn. Dus dat boek bracht mij bij die plek, zeg maar. En toen werd ik verliefd op een man. En ik dacht in eerste instantie, nou, dat komt heel goed uit, want met deze man ga ik het dus wel laten zien hoe het moet. Maar dat was eigenlijk ook weer een herhaling van het patroon. En dus eigenlijk stonk je er weer in? Stonk er weer in. Terwijl je al wel zo bewust was. Terwijl ik al zo bewust was. En toen zag ik, die man was echt in de energie als twee druppels water, mijn vader. Bij wie ik en heel dichtbij kon zijn, maar die mij tegelijkertijd op grote afstand kon zetten. En in het loslaten van die man, want het was de bindingsangst wat je met hoofdletters op de muur kon schrijven, kwam ik eigenlijk bij het gemis van mijn vader uit. En dat bij het besef, hè, dat de realiteit eigenlijk voor het eerst echt tot mij door kon dringen, misschien bereik ik mijn vader emotioneel wel nooit meer. Ook al leeft hij nog. Dus misschien ben ik hem wel bij leven verloren. Ja, kern van jouw liefdesbang. Dat was eigenlijk de kern waar ik eerder niet bij kon, bij die pijn. Daar zat zo'n pijn op, die realiteit toe te laten, dat ik hem misschien wel nooit meer zou kunnen bereiken. En in iedere onbeschikbare man was ik dus eigenlijk nog steeds, was dat kleine meisje in mij, nog steeds op zoek naar haar vader. En ja, die ga je natuurlijk in geen enkele man ontmoeten. Ik denk dat heel veel vrouwen zich kunnen herkennen hierin. Dat ze stiekem op zoek zijn naar dat gemis van onze vader. Ja, en mannen die in heel veel vrouwen op zoek zijn naar hun moeder. Ja, hè, maar wat kunnen we daar dan aan doen? Nou, wat ik te doen had op dat moment was die realiteit toelaten. En daarmee moest ik dus echt al die beelden ook in duigen laten vallen. Zoals dat, nou ja, zoals wat ik nog niet had verwerkt, is dat die man waarvan ik dacht dat hij de vader van mijn kinderen zou zijn. Al die tijd hoopte ik nog dat dat plaatje uit zou komen. En toen moest ik ook
gaan toelaten. Dat plaatje komt niet meer uit. Dus ik moest echt eerst die hele realiteit toelaten van ja, en dat brengt ook een echt een diepe. Maar dat doe je dan met jezelf of zo. Op de bank ga je gewoon daar. Hoe ziet dat er dan uit, dat toelaten? Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, dan moet je, hoe moet dat dan? Nou ja, weet je, dat is natuurlijk een proces. En het is niet van dat je, nou, je gaat zitten en ineens is het. Dus dat is een heel proces. Maar ik weet nog dat ik op een moment. Dus mijn lijf zette mij ook echt helemaal stil in dat proces. Dus omdat ik ziek werd, ik kon geen kant meer uit eigenlijk. En omdat ik hierover ging schrijven en het was alsof, ja, alsof er een soort smeltkroes ontstond waarin je in een trechter komt dat je denkt, ik kan hier eigenlijk niet doorheen, maar ik moet hier toch doorheen. En daar kwam ik eigenlijk uit bij al mijn eigen onverwerkte gevoelens. Waar ik steeds maar niet aan wilde. Waar ik nog steeds altijd van dacht, ik was degene die alle ballen in de lucht kon houden, die voor de hele wereld zorgde. Behalve voor mezelf. Niet beschikbaar voor mijn eigen verdriet. Nee. En toen liet je dat toe. En moet ik dat dan zien als dat je dan gaat huilen? Of... Zeker. Ja. Veel huilen. Ja, ik moest echt heel veel verdriet verwerken. Ja, en dan dat is eigenlijk het verwerkingsproces. Gewoon huilen en loslaten. Ja, zeker. En wat ik ook moest leren is veel beter begrenzen. Dus ik kende vooral die kant van die verlatingsangst. Dus ik moest ook veel heldere grenzen leren stellen. Want daarmee kon ik ook voor mezelf zorgen. Daarmee was het dus ook veilig om mijn verdriet toe te laten. Op het moment dat je niet bij je krachtkant kunt, dan wordt verdriet ook een soort van eindeloos verdriet waar je in kan verdrinken. Ja. Dus als je die kant, die moest ik ook echt, moest ik mezelf ook echt sterker in maken. Waardoor het veilig was om dat verdriet, dat oude verdriet toe te gaan laten. En toen kwam je toen de droomman tegen, uiteindelijk, toen je dat hebt verwerkt? Nou ja, dus toen ik die man had losgelaten en dat stuk in mezelf had verwerkt, daar heb ik echt 2 jaar over gedaan. En ben je dan in die 2 jaar echt alleen gebleven? Zeker, ja. En heb ik Liefdesbang dus geschreven. Dus dat was ook een soort van, ik schreef mezelf van binnen naar buiten. Dat was ontzettend helend voor mij. Dat was ook eigenlijk waarom ik het boek ging schrijven. Ik was nog helemaal niet bezig met hoe dat voor anderen zou zijn. Ik schreef het echt voor mezelf. En toen ontdekte ik nog steeds wel daarna dat er, als ik op plekken kwam waar gelijkgestemde mensen waren, dat ik dan dacht, oh, zit hij hier dan bij? De partner zit hier dan bij? Dit herken dan ik ook heel ging erg. Ik rondkijken. Dan denk ik, dan bleef ik alleen. Dus zei ik tegen mezelf, ja, fijn, je blijft nu een jaar alleen. Maar als je dan inderdaad naar een plek gaat waar je dan inderdaad gelijkgestemd, dacht ik, oh, misschien kom ik hem hier wel tegen. Ja, of dan ging ik de dating app Raya weer downloaden en dacht ik, oh nee, dit is weer mijn oude patroon. Vanaf, weet je wel. Ja. Ging eerst toch nog even 10 keer swipen en dan weer afgooien. Ja, er is niks mis mee maar ik vond het lastig om bij mezelf te merken dat ik nog steeds zo'n zoekende beweging in mezelf had. En toen ben ik dat gaan omdraaien. Toen dacht ik, eigenlijk geef ik mezelf steeds de boodschap hiermee dat mijn leven nu nog niet goed is of niet compleet is, want eerst moet die partner er komen. Ja. En dat wilde ik niet. Dat voelde helemaal niet fijn. Van alsof ik mijn leven steeds opschoof. Het kan pas beginnen als. Ja. En toen ben ik dat echt helemaal gaan omdraaien. En ben ik echt gaan leven van, nee, mijn leven is nu helemaal compleet, al kom ik de rest van mijn leven geen partner meer tegen. Nou, dat gevoel heb ik ook ervaren. Maar wel, dat is wel een beetje opgevuld door de paarden die ik kocht. Ja. Toch is het dan eerlijk? Want nu krijg ik zoveel liefde van hun ook weer. En toen voelde ik dat dus in dat weiland. En toen werd ik opeens gebeld door iemand. Die ik wel kende al. En wat ik dan spannend vind, want dat is een vriend die mij eigenlijk om hulp vroeg. En toen gingen we kletsen met elkaar. En daar heb ik hem eventjes een beetje in mijn netwerk gelaten. En toen kwam hij dus hier in de buurt tijdelijk wonen. En toen zijn we veel gaan wandelen en zo. En toen voelde ik wel iets, maar toen was ik heel erg bang. Trap je nu niet weer, wat jij net ook al beschreef, weer in dezelfde, hoe noem je het, valkuil. Ja. Ja, want ik vind het, nu ik er bewust van ben, van dit gedrag, dus ik heb natuurlijk ook net zoals jij teruggekeken naar mijn partners en het geanalyseerd, wat daar nou gebeurde, vind ik het heel spannend om te denken, is dit het nu dan wel? Of doe je nu eigenlijk precies weer hetzelfde? Ja.
Want je bent gewoon heel goed in jezelf voor de gek houden. En wat ik heel erg herken is dat ik dan helemaal verliefd als het wordt. En dan heb ik een soort prinsessyndroom. En dan maak ik er veel meer van dan dat het is. Terwijl het feitelijk dan eigenlijk niet dat is. Mm-hmm. Wat is. En vervolgens ben ik er weer op uitgekeken. Maar wat opvallend was, ik had natuurlijk jouw boek uit de kast gepakt en gelezen. En ik herkende zoveel dingen erin. Is dat hij, de man in mijn leven nu, ontzettende verlatingsangst heeft. Maar echt gewoon heel erg. Dus ik denk, wow. Alleen het verschil is nu dat we het weten van elkaar. Ja. En dat we het bespreekbaar maken. Ja, en dat winst. Ja, en dat als ik dus even een time-out nodig heb, dat ik zeg, je hoeft niet bang te zijn dat ik bij je wegga, weet je wel? Dat we er rekening mee houden. Ja. Maar mijn vraag is dan ook wel, gaat het ooit nog over? Dus dat we niet, als we niet die ongemakkelijke, oncomfortabele gevoelens steeds hebben. Want het, ja, de winst is wel dat we het allebei weten, dat we het erover hebben en dat we het herkennen. Maar ik zou zo graag willen dat het overgaat. Moet ik daarvoor eerst ook nog helemaal mijn jeugd doorlopen en doorvoelen? Ja, nou ja, weet je, dat is misschien wel de meest gestelde vraag aan mij van Hanna, nu snap ik wat dat ik het heb en hoe kom ik ervan af? Ja. En eigenlijk moet je er niet van af willen komen, hoe gek dat ook klinkt, want als wij van onze angst af willen, dan willen we er niet mee zijn, dan duwen we het weg. En alles wat er niet mag zijn, dat bepaalt de dynamiek. Dat heeft ons in de tang. Oh. Dat zorgt ervoor dat de angst aan het stuur komt en niet wij zelf. Dus het is veel meer de beweging van, oké, misschien is deze angst wel in mijn leven de rest van mijn leven. Dus misschien is dit een kwetsuur in mijn leven waar ik altijd voor moet blijven zorgen in mezelf. He, als die kleine, hele kleine jonge Faya die doodbang is. Ja, die altijd in de overleving zat en de bescherming. Ja, en die kon ook niet kwetsbaar zijn als kind. Precies. Zeg maar. Maar daar zit natuurlijk een heel kwetsbaar meisje. En misschien moet je wel je hele leven voor haar blijven zorgen. En dat is niet erg. Want daar ben je toe in staat. Die draagkracht heb je en dat kan. He, met je bereid bent om haar te ontmoeten in jezelf. En te zeggen, oké, ik ben nu veel meer dan alleen dat kleine meisje. Ik ben nu een volwassen vrouw. Ik sta echt met twee benen in de wereld. En ik heb nu die kracht om dat te doen. Ja. En als jij voor dat meisje mag zorgen, dan hoeft jouw partner dat niet meer te doen. En dan ontmoet je elkaar echt. Dus hoe mooi is het om juist dat kleine meisje voor te stellen aan je partner. Dat je zegt, dit is een meisje in mij. Maar dat is echt het meest moeilijke echt ever gewoon. Ja, en dat om is te wat doen. Je te en doen voor hem lijk ik een hele harde vrouw nu. Maar dat ben ik helemaal nee, niet. Dat maar ben ik ben je gewoon vol niet. In mijn beschermingsmechanisme. Ja. En dan denkt hij, oh, hoe moet ik er nou mee omgaan? En dan gaat hij helemaal op zijn tenen lopen, weet je wel. Ja, en dat hou je niet vol. Dat hou je niet vol. Nee, maar ik vind het gewoon. Jij houdt het niet vol om die sterke vrouw te blijven. Want dat is een sprookje. Dat kan je niet volhouden. Want dat kleine meisje, dat is er absoluut. En het is prachtig dat ze ook nu wat meer zichtbaar mag worden. Het is gewoon super spannend. Dat en ik is heb het. Gewoon al de situaties meegemaakt. Waarin ik. Kijk, ik herken het nu en ik ga niet vol erin of zo. Maar dat hij iets voor mij wil doen. En dat ik gewoon letterlijk een angstaanval krijg daarvan. Ja, ja. Ik heb dat nog niet zo vaak gehad in mijn leven. Maar er was zo'n situatie waarin hij heeft dan een autobedrijf waarin hij een auto voor mij wilde regelen. Ja. En dat is super lief natuurlijk. Ja. Maar dat is voor mij echt zoiets van, nee, ik rij mijn eigen auto, ik betaal mijn eigen auto, ik doe alles zelf. Ja. Dus hij zegt dat aan de telefoon. En ik voel gewoon mijn hart, zeg maar, zo kloppen, mijn mond werd droog en mijn handen gingen trillen. Ja. En ik moest hem echt ophangen, maar ik herkende het. En ik dacht wel, ik heb toen echt de halve nacht wakker gelegen van, oké, wat gebeurt er nou eigenlijk met mijn lichaam nu? En waar ben ik nou bang voor? Ik wilde toch een man die voor me zorgde? Nou heb ik er één en dan, dan raak je helemaal in paniek. En hij dacht in één keer, wat heb ik verkeerd gedaan? Precies. Ik bied er gewoon iets heel moois aan. Fantastische deal, maar dan denk ik, nee, ik betaal het allemaal zelf. Ja. Het is dus wat je merkt, is dat jouw eerste neiging is. En iedereen eerste neiging is een neiging van overleven. Van, nee, dit ken ik, ik moet sterk zijn. Nee, dit is de oude manier. En om daar doorheen te ademen en de paniek die zo'n vraag in je oproept, om die
maar in te ademen. Want in het hier en nu is er niets wat levensbedreigend is. Nee. Dus dat je die paniek, dat is de paniek echt van dat kleine meisje, dat je haar even op schoot neemt en dat je zegt, jeetje, wat is dit spannend. Als ik maar moet ik dat dan echt zo letterlijk zeggen tegen mezelf? Nou ja, weet je, daar moet je je eigen vorm voor vinden, maar ergens mag je van binnen steeds weer dat die eerste paniekneiging daardoor heen ademen, want vanuit de paniek is je eerste neiging nee. Ja. Wegwezen, afstand. Ik vind het dan nog wel heel moeilijk om er dan op terug te komen en te zeggen ja hoor. En daarin maak je het verschil. Dus als je het is helemaal oké om te zeggen, oh, weet je, ik schrik hier zo van, of ik raak hier van in paniek. Ik heb even mijn tijd nodig. En dat je dan de beweging maakt en denkt, ah, oh, dit is hier adem ik doorheen. Hier pak ik dat kleine meisje erbij. En dat je dan het contact maakt en zegt, hé, maar ik heb nu een keus om het anders te doen dan hoe ik het altijd heb gedaan. Ik heb nu de kans om mezelf dit te geven. Waar ik eigenlijk naar verlang. Ja. Waar ik eigenlijk naar verlang. Dat, ja, want dat is het. Het is zo ontzettend dubbel. Omdat je dan altijd zo hard van de daken hebt gezet. Ik wil een keer iemand die voor me zorgt. En als je dat dan hebt, raak je ervan in paniek. Ja. Maar ik merk ook wel bij hem dat hij te veel wil zorgen. Omdat hij weer bang is om kwijt te raken. Ja. Zeg maar, wil hij ook weer gewoon ja, veel te veel doen. Ja. Wat mij dan ook weer benauwt. Maar waarvan ik ook denk, doe eens even normaal, weet je wel. Dat is ook weer overdreven allemaal. Ja. Dus, maar dat is weer van hem en daar moet hij mee aan de slag. Hij zijn een stuk in. Hè? Dus als het gaat over de verlatingskant, dan hè, is het ook belangrijk dat diegene zichzelf leert dragen. En hè, dat niet alles van jou afhankelijk is. Dat zijn bestaansrecht niet van jou afhankelijk is. Dat zijn gevoel van eigenwaarde niet van jou afhankelijk is. Maar dat die zorgt van, hey, hoe zorg ik daarin voor mezelf? Want anders wordt het verstikkend voor jou. Ja, en ik vind ook wel dat je zeg maar, je doet iets omdat je iets voor iemand wilt doen. Maar je moet niet iets doen omdat je er iets voor terug wil. Ja. Of erkenning voor terug wil. En dat herken ik dan soms. Ja. Omdat ze dat nodig hebben. Dus daar is dan ook nog wel wat werk te doen. Dus denk daar ik. Zit een verborgen claim onder dan. Ja. Dan is het geven niet vrij. Nee, precies. Maar en daar ben jij natuurlijk hypergevoelig voor. Ja. En dan ga jij natuurlijk helemaal op de rem staan. Ja, en zo werken die twee echt zo naadloos op elkaar in. Dus ja, daarin trigger je. Als jij weer op de rem gaat staan, is dat voor die ander eigenlijk, die gaat nog meer naar jou komen. Ja. En zo kom je. Maar dat gesprek hebben we wel laatst gehad, want dat had hij dus van zichzelf niet door. En toen hadden we het daarover en toen had hij het wel door. En zei hij, ja, je hebt gelijk. Ik zeg, ja, want het is niet dat jij dat voor mij kan doen om mij iets van mij terug te verwachten. Weet je, je doet iets of je doet het niet, maar je doet het dan maar gewoon niet. Dat werkt voor mij sowieso beter dan een man die alles maar voor me wil doen. Ja, dat noem ik vaak de geefnemer. Hè? Ik geef jou, ik geef jou, ik geef jou, maar ik moet er wel iets voor terug. Ja. He, dus zeg wel dat je van me houdt. En zeg wel dat je bij me blijft. Ja, en dank je wel. En wat lief dat je dit voor me doet. En lief dat je dat voor me doet. Precies, dus dan ben je dan in de onderstroom is het dan niet vrij. En ja, daarmee wordt het weer heel snel ongelijkwaardig. Dus het is een klus. Maar vooral het belangrijk, denk ik, om het bij jezelf te herkennen. Dus ben absoluut. Heb ik bindingsangst of verlatingsangst? Want de grootste valkuil is, en dat geldt misschien nog wel meer voor mensen die aan de kant van de verlatingsangst zitten, is om alleen maar de focus op de ander te hebben. Hè, dat hij zou zeggen, ik weet precies wat jij moet doen en welke therapie jij moet volgen en hoe jij moet veranderen. Want degene met verlatingsangst, die herkent deze blinde vlek vaak niet zo snel bij zichzelf. Want die denkt, ja, aan mij ligt het niet. Ik wil me verbinden. Ja. Ik ben niet degene die de verbinding in de weg staat. Maar juist door de overmatige hechting, door te veel te willen verbinden, saboteer je het juist. Maar hoe herkent iemand zich dan? Eventjes, heb je een top 10 hoe je jezelf kan herkennen met de verlatingsangst? Ja, je wil heel veel samen zijn. Je vindt het moeilijk om alleen te zijn. Je hebt allerlei manieren om de ander maar aan je te hechten. Je wil je snel de ander voorstellen aan je vrienden of aan je familie. Of snel een huis kopen. Of snel de commitment dingen doen waarmee je denkt, zo, nou dan heb ik die ander voor me gewonnen. Dus ze hechten zich overmatig snel, mensen met verlatingsangst. Ze zijn super sensitief voor signalen van afwijzing of afstand.
Dus als ze dat hebben, dan... Dus als jij niet snel genoeg terug appt, dan denkt die ander, ach, het is helemaal mis. Ze geeft niet meer om mij. Of, dus dan gaan ze dat meteen op zichzelf betrekken en dan komt de paniek. Ja, ik herken ook bijvoorbeeld, ik heb wel eens een chagrijnige bui of zo. Nou, laatst was er dan een ongelukje gebeurd met mijn paard. Die had een slokdarm, in ieder geval een verstopping. Dus bloed kwam uit zijn neus. En toen moest ik vliegen. Dus ik was helemaal gestrest, want de dierenarts was hier. En ik moest nog vliegen met mijn vriendinnen, waar ik helemaal geen zin meer in had. Want ik wou bij mijn paard blijven natuurlijk. Ja. Ja, toen was ik dus ook een beetje kortaf naar hem, want ik was niet meer gezellig. En dan gaat hij dus allerlei dingen voor mij doen. Gewoon mijn auto stofzuigen, bij wijze van spreken, tanken, mijn huis opruimen, een hark kopen. En ik denk, wat is dit nou weer? Weet je wel, voor overdreven gedoe. Laat me gewoon eventjes, weet je wel. Dit heeft niets met jou te maken. Precies. Dus ze betrekken ook nog eens een keer heel veel van hun dingen, van wat op zichzelf, laat ik het zo zeggen, wat niets met hun te maken heeft. Is dat ook een onderdeel? Ja. En ze zijn... hebben eerder de neiging om de afwas voor de ander te doen dan hun eigen afwas. Ja. Dus om maar heel veel bij die ander te zijn en voor die ander te zorgen en noem maar op. En zorgen eigenlijk dat niet voor hun eigen tuintje of voor hun eigen huis of voor hun eigen basis als het ware. Ze dragen zichzelf niet in hun eigen basis. Dus ze zoeken bij de ander hun bestaansrecht. Ze zoeken bij de ander hun veiligheid. Het samen zijn lost iets op waar ze niet in zichzelf willen zijn. En zou het dan, wat zou dan goed zijn voor zo iemand? Is het dan ook goed om juist een keer op jezelf te zijn en alleen dingen te doen met jezelf? Zou dat helpen? Dat is zeker goed. Maar kijk, de vorm maakt nooit uit, het uitgangspunt, of je nou in een relatie zit of alleen bent. Maar het gaat om wat je te doen hebt. Namelijk, ik heb mezelf te dragen. Dus om maar iedere keer te verduren. Dat als dat met jou gebeurt, die situatie die je net schetst, om daar dan niet in die valkuil te stappen, om maar dan echt te verduren van, hey, en ik ga naar huis en ik laat haar even in de bubbel en in de stress en in haar ongemak en noem maar op. Ik kan het niet voor haar oplossen. Dus eigenlijk dat je echt toelaat van, hey, ik kan het niet voor een ander oplossen. En vaak zijn dit mensen die emotioneel voor ouders gezorgd hebben. Ja. Wat van levensbelang was, omdat je daardoor kon overleven. Dus dat is niet, dat komt natuurlijk ergens uit voort, die enorme drang om voor die ander te zorgen. Ja, vaak heb je echt vanuit die overleving als kind al geleerd van, nou, als ik niet voor mijn moeder zorg of voor mijn vader zorg, ja, dan klapt hier de boel of dan gaat alles onderuit of dan wordt het onveilig of wat dan ook. Dus daar zit een enorme overlevingsdrang onder. En dat is dan niet zomaar wat je bedenkt. Dat is bijna waar je geen keuze over voelt. Dat je denkt, dat moet ik doen. Ja, maar hoe los je het dan op? Als je dan, stel je voor, je luistert nu en je herkent jezelf hierin. Dus nou, in dit concrete geval moet hij dan het ongemak in zichzelf gaan toelaten. Ik kan nu niets voor Faya doen. Ik kan er alleen maar zijn. Maar ik hoef op geen enkele manier voor haar te zorgen. En ik mag, of het op te lossen. Of op te dat lossen. Dat is ook heel irritant. Maar ik mag vertrouwen als ze mij nodig heeft. Dat ze me belt. Dat ze uitreikt naar mij. Ja. En dan wordt het gelijkwaardig. En dan kan jij ontvangen wat je krijgt, omdat je erom gevraagd hebt. Maar dat ongevraagd geven... Ja, dat is van moeilijk ook, inderdaad. Dat vlieg je vaak naar de strot. Ja. Oké, en hoe kunnen mensen zich herkennen met bindingsangst? Nou, mensen met bindingsangst zijn natuurlijk ontzettend gesteld op hun vrijheid. Willen heel onafhankelijk zijn. Maar onder dat onafhankelijke zit vaak juist ook dat hele afhankelijke. Maar aan de buitenkant wil je op geen enkele manier je kwetsbaarheid hoeven te laten zien. Dus je houdt alles weg wat jouw gevoelens van ongemak kunnen raken, kunnen triggeren. Dus je wil eigenlijk zelf alle controle hebben over afstand, nabijheid, over hoe vaak je met anderen bent. Al die voorwaarden, daar wil je zelf eigenlijk de touwtjes in handen hebben. Je hebt allerlei strategieën om juist een teveel aan intimiteit te vermijden. Doordat je niet wil dat een nieuwe partner in contact komt met jouw vrienden of met je familie. Dat je dat nog lekker op afstand wil houden. Oh ja. En je bent zoekt heel dus ook kritisch. Je partners uit die een beetje op afstand blijven.
Ja, natuurlijk, dat trekt elkaar dan natuurlijk weer aan. En op het moment dat dus er te veel hechting ontstaat, dan verlies je dus je fijne gevoelens, je liefdesgevoelens voor de ander. En dan word je kritisch. Dan ga je dus heel kritisch worden. En de kleinste, onbenulligste dingen kunnen een reden worden om die ander op afstand te zetten of om het zelfs uit te maken. Maar ik was dus ook altijd op zoek naar dingen die niet goed waren. Ja. De hele tijd. Ja. Dus ik ging niet kijken naar wat er allemaal goed was, maar vooral wat er allemaal niet goed was. Precies. Ja. Ja. Maar zelfs een te scheve neus of een manier waarop iemand lacht of net die tand die niet goed staat. Ja, 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 kunnen dat ineens redenen zijn dat je denkt van dan moet het uit. Ja. Precies. En dan kun je dus aan jezelf legitimeren dat dat klopt. Maar zodra jij dus die ander op afstand gezet hebt en die is, nou in ieder geval, dan wordt hij opeens leuker. Dan komen dus die fijne gevoelens weer terug. Ja. Want dan is het veilig om die gevoelens weer terug te laten komen. En dat is het moment dat je denkt, oh my god, wie heb ik laten gaan? Ja, 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 ik heb een fantastische partner laten gaan. En dan ga je weer alles doen om die ander weer... Nou, dat doe ik dan weer niet, want daar ben ik dan te trots voor. Maar ik heb dan wel dat ik denk, shit, ik heb wel eens echt een keer gewoon echt 2 jaar liefdesverdriet gehad, omdat ik het echt had verpest. Maar ik vond het dan, merk ik dan ook, dat las ik ook in je boek, dat als iemand dan op vakantie was, dan vond ik hem opeens leuker. Ja. Want dan was hij weg. Ja, precies, ja. Dan zie je, dan kun je de ander weer zien. Want als die te dichtbij komt en die raakt te veel aan allerlei lastige gevoelens die weggestopt moeten blijven, ja, dan zie je die partner niet meer voor wie die is. En op afstand, dan ga je die ander weer echt zien voor wie die is. Dus vaak zijn mensen met bindingsangst, ja, die zijn helemaal lyrisch over een ex-partner. Dat ze denken, ja, ze zijn trots, die had ik. Maar ja, die heb ik laten gaan. Of ze zijn aan het fantaseren over toekomstige partners waar je helemaal in je hoofd een prins of prinses van kan maken. Maar dan hoeven ze dus niet bezig te zijn met de partner in de realiteit van het hier en nu. Want die raakt te veel. Ja. Ja, ik had dus met mijn laatste partner, die heeft heel veel aangeraakt. Ben ik wel echt meteen mee aan de slag gegaan. Dus daarom vond ik het wel jammer dat die relatie uiteindelijk op de klippen liep. Maar het was wel voor mij de relatie die jij denk ik ook herkende met die waarvan je dacht dat het de vader van je kinderen werd. Ja. De bewustwordingsrelatie. Dus de relatie waarin je denkt, jeetje, er is toch iets met mij aan de hand. Ja. Dus binnen die relatie heel veel ook aan mijn jeugdtrauma's gewerkt en EMDR-therapie gedaan. En hij drukte ook continu op triggers. Dus dat was voor het eerst. Ja. Dus het was voor het eerst ook wel een man die dichtbij kon komen, echt bij mijn gevoelens. Ja. Want die daarvoor konden niet op mijn triggers drukken. Zeg nee. Maar dat liet ik nog niet toe. Daar mocht hij niet eens in de buurt komen. Nee, dus het was wel de omkeer, denk ik. Ja. Dus laten we hopen dat dit dan nu met alles wat ik nu weet en mijn onderzoek en mijn therapieën en de hele shebang, dat dit dan wel. Nou ja, je zult merken dat je wel inderdaad, nou ja, hè, dat je in deze ontwikkeling nu zit met deze partner. Maar ja, ik heb dus na een jaar nadat Liefdesbang uitgekomen is, ben ik mijn huidige partner tegengekomen. Dus we zijn nu meer dan 7 jaar samen. Maar dat was compleet een ander type dan al die types die ik daarvoor tegenkwam. Dus op een gegeven moment, als jij je innerlijk werk doet, ga je ook echt andere mensen aantrekken. Ja, dat geloof ik wel. Omdat deze man wil wel los van zijn verlatingsangst ook voor mij zorgen. Hij is ook een zorgzaam type. En die anderen konden dat ook niet. Nee. Dus ik wilde dat heel graag, maar ik trok wel mannen aan die dat ook niet zouden kunnen, zeg maar. Ja. Dus, en ik denk wel dat omdat je allebei wil en graag wil en naar je eigen aandeel wil kijken, dat de eerste stap is. Dat je niet wijst met de vinger naar de ander, maar naar jezelf kijkt. Absoluut. Daar begint het mee. Ja. En je hebt altijd allebei iets te doen. Dus het is de enorme grote valkuil om maar met de ander bezig te zijn, maar je hebt altijd zelf iets te doen. En weet je, als je dat doet en je laat het resultaat open, hè, je bent bereid om dat resultaat open te laten, dan word je een betere versie van jezelf. En als die ander dat ook doet, nou, dan krijg je een nieuwe relatie met dezelfde persoon. En als die ander die stap niet maakt, ja, dan ontgroei je hem. Dan ga je elkaar niet meer vinden. Maar dan geef je jezelf wel de kans dat er wel een partner op je pad komt die wel met jouw beste versie resoneert. Ja. Dat is natuurlijk wat je wil. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dit allemaal interessant vinden en zichzelf ook wel herkennen. Volgens mij heb jij ook een werkboek gemaakt, hè?
Klopt. Is dat het boek om het op te lossen, het probleem? Nou ja, het liefdesbang is vooral het boek inderdaad voor de bewustwording. Dat mensen snappen, zo werkt het. En mensen herkennen zich hier ontzettend in. En vaak geeft het ook heel veel erkenning van, dat het oordeel ervan af mag. Want dat is echt heel belangrijk. Hè? We kunnen zo makkelijk oordelen over wat we onszelf en de ander zien doen als we in die dynamiek gevangen zitten. Maar besef dat daaronder altijd een gevoel van levensangst of doodsangst zit. Dus dat iedereen heeft een goede reden gehad in zijn of haar leven om deze dynamiek te ontwikkelen. Dus het is al zo belangrijk om zonder oordeel daar naar te gaan kijken. Maar als je het boek gelezen hebt, dan kun je voelen, oké, nu weet ik dat ik hier last van heb. En hoe dan? Nou, daarna heb ik liefdeskunst geschreven, het groene boek. En dat is het werkboek bij Liefdesbang. Daar staan eigenlijk ontzettend veel oefeningen in en tools in en handvatten in om ermee aan de slag te gaan. En dat gaat dus veel meer naar de laag van het voelen en het ervaren. Het weten en het snappen is één ding, maar dat gaat de dynamiek nog niet wegnemen. Het is heel belangrijk, maar dat gaat het nog niet oplossen. Nee, en jij zegt misschien blijft het wel voor altijd bestaan. Ja, dus het is veel meer hoe ga ik ermee leren leven? Hoe ga ik ermee om, zodat ik aan het stuur blijf, zodat ik de keuze krijg tussen angst of liefde. Ieder moment opnieuw. Ieder moment kunnen we in een trigger. Hè? Een trigger is ook iedere keer een kans. Een kans om een oud stukje te helen. Of ga ik mezelf weer in de bescherming zetten. Ja. En dan blijf ik het eindeloos herhalen. En het is niet erg. Maar heb jij het nu dan nog met die nieuwe relatie? Nou ja, totaal niet meer vergelijkbaar met hoe het ooit voor mij was. Dus natuurlijk, in een relatie blijf je elkaar spiegelen in dingen. Tenminste, als je kiest voor een, noem het een spirituele relatie of een gouden relatie of een bewuste relatie of wat dan ook. En wij hebben samen een enorme commitment naar elkaar toe. Dus in die zin staat onze relatie niet snel op spanning van, dit wordt het lastig, we stappen eruit. Mm-hmm. Maar wij willen eigenlijk alles wat we tegenkomen in elkaar, dat we weer onszelf daaraan ontwikkelen, zodat we steeds weer door kunnen groeien naar. Dat hebben jullie beide. Dat hebben we allebei. Dus daar hebben we allebei een hele grote commitment op. Als we dat niet hadden, dan denk ik dat we al lang uit elkaar waren. Maar dat is wat we allebei heel graag willen. En omdat wij ook geloven dat als we het niet met elkaar uitzoeken, dat we het met een ander ook gewoon weer opnieuw tegenkomen. Maar ja, dan moet je weer eerst een nieuwe partner vinden. Ik ben heel erg blij met Liefdesbang. Ik herkende natuurlijk ontzettend veel erin. Het was echt een eye-opener voor mij op het juiste moment. Want eerder zag ik het dus niet en nu was de tijd rijp. Dan ga ik nu maar aan de slag met het werkboek. Ik ben benieuwd. Want mijn diepste wens is natuurlijk dat ik gewoon met deze man blijf. Ja. Ik ben inmiddels 41 en ik vind het ook wel leuk geweest. En mooi geweest, al die wisselingen. Ja. Dus zijn er nog andere dingen die ik zou kunnen doen om aan mezelf te werken en aan deze relatie te werken? Ja, nou, het liefdeskunst is er ook in de vorm van een online training. Dus daar neem ik je mee in. Daar vertel ik alles uitgebreid in video's. Er zitten visualisaties in, meditaties in, allerlei opdrachten in. Dus om je echt te helpen om meer vanuit de ervaring door dit stuk heen te bewegen. En daarnaast zijn er ook nog de live trainingen. Dus, je doet ook echt met groepen? Ook echt met groepen. En dan zitten er dus in die zaal allemaal mensen met bindings- en verlatingsangst. En die worden allemaal weer verliefd op elkaar. En dan houden we het gewoon in stand. Moet ik me dat voorstellen? Nou, iedere keer vind ik het weer echt verbazingwekkend hoe mooi het is om zo'n groep mensen bij elkaar te hebben. Dan zie je echt een groep van prachtige mensen, maar die dit stuk met elkaar gemeen hebben. En dat geeft zo'n ontzettend gevoel al van heling. Van ik ben niet de enige. Maar zijn we stiekem niet allemaal een beetje bang voor de liefde? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En natuurlijk de een in meerdere mate dan de ander. Maar wij mensen zijn allemaal per definitie ook bang. Ja. En loop liever een bochtje om degene die zeggen, ik ben nooit bang, dan degene die zeggen, ik ben ook bang. Ja. Dat zijn we allemaal. Angst hoort ook gewoon bij ons menselijk bestaan. Ja. Dus we moeten de angst omarmen eigenlijk. We mogen de angst insluiten. Ja. En dat is misschien wel echt de allergrootste valkuil, dat we denken dat de angst weg moet, dat die er niet meer mag zijn, dat die uit ons leven moet, dat we moeten verbannen. En als we dat doen, komt die levensgroot
terug. Dus de angst leren insluiten, dat kleine bange meisje of dat kleine bange jongetje bij je nemen en zeggen, je mag bang zijn en nu ben ik er voor je. Nu ben ik beschikbaar voor je en ik ga voor je zorgen. En dat is de innerlijke verbinding. En als je die kan maken van binnen, dan kan je met iedereen om je heen relateren. Dankjewel voor het fijne gesprek. Dankjewel voor je mooie uitnodiging. Oké, ik denk dat de controle loslaten een inzicht is wat ik absoluut heb meegekregen en wat ik ook heel spannend vind om te doen. Mezelf kwetsbaar opstellen, controle loslaten en erkennen dat de wond die mijn afwezige vader bij mij heeft achtergelaten niet kan worden opgevuld door een partner, is denk ik stap 1. Maar daarvoor moest het eerst natuurlijk naar het bewustzijn komen en het is nu duidelijk. Het is me duidelijk, ik ga er wat mee doen. Ik vond het een fantastisch gesprek. Ik denk voor mij het meest waardevolle gesprek tot nu toe. En met volle kracht vooruit. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. En ik heb een leuke aanbieding voor jou, namelijk mijn killer planner. En dat is niet zomaar een planner, het is een planner zonder data. En met heel veel mooie oefeningen, visualisatieoefeningen, meditatieoefeningen, bewustwordingsoefeningen, bewustwordingsvragen. Omdat die zonder datum is, kun je hem altijd weer erbij pakken als je hem een tijdje vergeten bent. En eigenlijk staan er al mijn tips in onderweg naar succes, maar ook onderweg naar meer balans, spiritualiteit, noem het maar op. Met persoonlijke quotes van mij en andere mensen waar ik enorm naar opkijk. En ik heb de planner nu in de aanbieding voor €12,95 op de mkbmshop.com.